Dit is een bespreking van het derde stukje van Apurva Kondita boek 30, paragraaf 13. Syphax wordt geboeid door het legerkamp van de Romeinen naar Scipio vervoerd. En de omstanders die spreken met bewondering over hem. His sermonibus congrueert met elkaar door deze gesprekken. Van de omstanders, circumstare is ergens omheen staan, circumstans is daar het PPA van en dit is de genitivus meervoud. Dus door deze gesprekken van de omstanders, celebratus, verheerlijkt, Rex, de koning staat vooraan, Syphax wordt uiteraard bedoeld, die est perductus, die is doorgeleid in praetorium naar de veldheerstent, ad Scipionem, naar Scipio. In de tweede zin van dit stukje staat de reactie van Scipio. Movit, werkwoord vooraan. Scipio wordt ontroerd, iets ontroerde. Scipio, leidend voorwerp. En er komen nu nog twee onderwerpen die met elkaar verbonden zijn met cum, tum. Enerzijds anderwijs of anderzijds of zowel als. Prongelijk is, ik heb uiteindelijk gekozen voor zowel als. En enerzijds is prongelijk blijven staan, maar dat is dus de vertaling van cum tum. Dus Scipio, naast de omstanders, wordt ook Scipio ontroerd. Enerzijds ontroerde Scipio het lot, het vroegere lot van de man. En bij dat fortuna hoort cum lata, vergeleken met zijn huidige lot. Dus hij is nu een krijgsgevangene van het Romeinse leger. Vroeger was hij de machtigste koning van Afrika. En anderzijds, toen ontroerde Scipio ook de herinnering. Wij zeggen de herinnering aan, het Latijn zegt herinnering van. De herinnering van de gastvriendschap en de rechterhand gegeven zijnde. En de gegeven rechterhand, dat is natuurlijk ongeveer hetzelfde. En de herinnering aan het verdrag, foeder is de genitivus van foedus, de herinnering aan het verdrag juncti, dat verbonden is, dat gesloten is, publique, publiekelijk en privatim, en privé. Dus Scipio was een gastvriend, een privévriend van Syphax. En Livius zegt hier dat er ook een officieel, formeel, publique, een verdrag met de Romeinen was gesloten.